En daar, jodio mensen van Dutch Gaming. En welkom weer bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal. Vergeet wel zeker niet dat duimpje wilt klikken. En dat was te abonneren voor meer natuurlijk. Wij gaan vandaag lekker kijken als wij natuurlijk, hoe noem je dat? De beker kunnen gaan winnen met FC Bayern. En ja, we gaan even kijken als dat mogelijk is als je de hele beker simuleert behalve de finale. Ja, dat was ik gewoon even nieuwsgierig naar. Want ik doe dit eigenlijk bijna nooit. Een DFP-bokaal zomaar beginnen. Ik doe überhaupt dit nooit. Af en toe, maar dan is het echt een uitzondering. En die uitzondering heb ik dit seizoen, deze FIFA maar twee keer gemaakt. Dus ja, in Duitsland heb ik het nog nooit gedaan. Dus ja, we gaan even kijken hoe het allemaal loopt. Ik denk dat Bayern direct wordt uitgeschakeld. Oh nee. Mag ook wel niet, hè, de beker. Ik bedoel, volgens mij winnen ze die elke keer. Volgens mij niet echt de Duitse competitie. Maar ja, volgens mij winnen ze die wel elke keer. Ronde 3 tegen Borussia Mönchengladbach. Nou, dat moet te doen zijn. Ja, 3-0. Huppakee. Dan zijn we dus verder naar de volgende ronde. En dan kijken we eventjes naar de topscorers. En dan zien we daar opeens Bas Dost staan. Oh, halleluja. Dan zien we Lewandowski op 10 staan. Tolisso op 7. Nou, het gaat niet zo heel lekker. Allemaal. Ja. Assisten dan. Staat Bayern op 7 en 10. Oh nee, wacht. Assisten. Hallo? Oh ja. 0 tegen goals. Knaller. Neuer. Assist staat Bayern op. Oh, dat is niet bij 16. Nee. Maar ja, dit zegt natuurlijk ook niet heel veel. Daar moeten we ook oprecht eerlijk in zijn. Maar ja. Het is niet heel goed, toch? Nee, niet starten wedstrijd. Stik erin. Ja, maar we willen natuurlijk de finale gewoon gaan spelen. Als je in de finale komt, want je wint maar net van Mainz, kan gebeuren. Verder naar de volgende wedstrijd dan. Nou, kom op jongens, eventjes door. Dan zitten wij in die halve finale tegen Hertha BSC, de club uit Berlijn. Kunnen we ervan winnen? Dat is de vraag. Hertha BSV. Bayern. 3-0, Bayern naar de finale. Holla die, en dat is waarschijnlijk tegen Borussia Dortmund. Oh nee, tegen Eintracht Frankfurt. Nou, laten we die wedstrijd dan gaan spelen. Want deze video draait natuurlijk gewoon om de beker winnen. En ja, wat belangrijk natuurlijk als je dit vaker wil. Want ik bedoel, van ik doe dit niet vaak. Dan wil je bijvoorbeeld een serie van maken of zo. Bijvoorbeeld de Duitse Bundesliga doen of iets dergelijks. Of een andere carrière mode starten. Zet het in de reacties. We gaan beginnen aan deze moeilijke wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt met Bayern München. Want Eintracht Frankfurt is de club van Bas Dost. Doet het eenmaal goed. Ook in het echt volgens mij ook wel redelijk. Want daar is echt een titelstrijdje gaande. Oké, nou dit was ingewikkeld, maar oké. Het was een beetje ingewikkeld, maar het komt oké. Daar is het Bayern Eintracht Frankfurt. De wedstrijd waar we op hadden gehoopt. We hebben 4 minuten hebben opgenomen en we zitten in de finale. We mochten ook wel met Bayern. Ik was gewoon aan het kijken hoe dit allemaal zit. En ik dacht van laat ik het gewoon voor opname gaan doen. En ik wist niet dat het in één opname zou lukken, maar we zitten in de finale. Geweldige prestatie. Want als je ze ook zag hoe we net wonnen. Ja, het was krap. Daar zien we onze kale knikker staan hoor, Bas Dossie. Nou, in ieder geval, Barcelona wou ik zeggen, maar FC Bayern Eintracht Frankfurt is Rabaroni.
Ik heb hem expres op legendarisch staan, want waarschijnlijk verlies ik dan. Ja, come on. Kingsley, come on. Come on. Hou hem in de gaten. Nou, dat mag ik toch niet open. Ik bedoel, van hij sprint er al vandoor. Oh, geweldige bal. Dan wou ik Gnabry eigenlijk wegsturen, maar dit mag ook. Ja. Lewandowski. Op Tolisso. Och nee, Lewandowski dan. 1-0. Bayern aan de leiding. Tolisso weet die bal niet goed te koppen. En dan schiet Lewandowski hem binnen. Althans, als de camera nu even loopt. Ja, hier 1-0 voor Bayern München. Door deze Robert Lewandowski. Eintracht mag hem eigenlijk niet winnen. En dat gaat ook hopelijk niet gebeuren met de eerste echte mogelijkheid überhaupt voor Eintracht Frankfurt. En dan kopt hij hem in eigen doel bijna. Oh, foutje van Boateng. Kan het opgelost worden? Nou ja, ja, als je overschiet vind ik dat prima, jongen. Ja, en daar kan het 1-1 worden. En het... Ja, we hebben het hier niet meer over. Want dan is het ook gelijk 1-1. Ja, dit vinden we niet leuk om terug te zien. En zo doet het dus. Voor de club uit Frankfurt. Gnabry verliest heel dom de bal. De manier hoe hij wil spelen. Coutinho. Kan het 2-1 worden? Nee! Randje buitenspel, maar wordt niet gegeven. Want anders was ook geen buitenspel, maar op het randje denk ik anders. Want het was een duur van buitenspel. De spelers van Frankfurt, een paar, dan stoken hun handen wel omhoog. Dan kan Eintracht Frankfurt er wel uitkomen nu. Oh, dit was niet de bedoeling, maar het is een corner.
Keeper blijft staan, komt uit, keeper. Daar komen ze weer, wou ik zeggen, maar laat maar weer. Nee, komen ze toch weer aan. Die recordmeister. Thiago. Op Lewandowski. Hoppa. 2-1 voor FC Bayern München. Dat is dus zijn vijfde in de DFB-bokaal. Tolisso. Terecht gevlagd door de assistent scheidsrechter. Oh, dit is weer dom gedaan door Bayern München. Dan moet de keeper uitkomen, niet? En dan loopt het allemaal goed af. Maar dit is niet een eenzijdige bekerwedstrijd. Het is zelfs Eintracht Frankfurt die beter is, maar achter staat. Hoe komt FC Bayern München dit keer uit de kleedkamer? Goed of slecht? We gaan het zien in de tweede helft. En huppakee, Gnabry. Nee, toch niet. Dan geef ik hem direct mijn doodschop. Oh, domme fout van mij. Ik wou pasen, maar door de delay lukte dat niet. Ik krijg een penalty! Wat? Het is Bas Dos die achter de bal gaat staan. Het is 2-2. Je eigenlijk dat je deze wedstrijd easy peasy wint, maar door deze domme penalty, ja, dan is het toch weer spannend. Maar ja, één keer druk zetten en hopelijk gaat het allemaal weer goed. Nou, ik dacht dit lukt wel, maar nee, dit lukt blijkbaar alleen op online. Dan herstelt Koeman zich nog goed. Sterker nog, hij is diep gestuurd. Kom op, Lewandowski. Och. Nou, dan probeer ik zo de counter eruit te halen. Maar die was er gelukkig niet.
Pavar. Is traag in het spel. Lekker nooien. En Lewandowski nu zien. Lewandowski 3-2 voor Bayern München. Dan is het slecht verdedigd bij Eintracht Frankfurt. En dan is het 3-2. Wedstrijd dus eigenlijk nog niet beslist, maar aan de ene kant vind ik... Ja, laat maar, ik ga niks zeggen. Doe me niet aan. Perisic komt er net in. Even verse krachten bij Bayern erin doen. In ieder geval 3-2, raak. Zijn zesde goal. En ook zijn hattrick. En eigenlijk is nu de bedoeling gewoon afstand nemen van Frankfurt. Geen domme foutjes maken. Je goed concentreren op je spel. Iets wat je toch niet wil gebeuren bijna. Müller. Nou, dit leek mij een penalty. Dit is niet zomaar fysiek iemand van de bal zetten tot scheid. Perisic, och, buitenspel. Ja, dan kan Eintracht Frankfurt nog voor een offensief zorgen. Dat kan! Dost! Oeh! Wat komen we hier goed weg? Sergej Gnabry, dit is een penalty. Rood voor Eintracht Frankfurt, dat zit er niet in vandaag. En hij mag hem gaan nemen, Manuel Neuer voor zijn dankje. Twee, vier.
Keeper komt uit. Keeper komt dom uit. Er moest heel wel wat gebeuren. Wou Lewandowski überhaupt topscorer van dit toernooi worden? En dat is hij volgens mij nog niet. Twee 4 overwinning. Bayern wint de beker. En Eintracht Frankfurt was dichtbij. Heel dichtbij. DFB Pokaal Sieger. Wil jij nou ook dat wij dit in een competitie doen of in een andere beker van een ander land? Stem dan op het i'tje in de poll als we dit vaker moeten doen. En zet in de reacties dan met welk of wat beker of competitie. Of een nieuwe career mode, dat mag ook. Want dan kunnen we de twee misschien doen. Nou ja, in ieder geval, dat zijn jullie. Zet het in de reactie en in de chat. Bayern wint de DFB-bokaal. En daar zijn ze blij mee hoor, in München. In ieder geval mensen, ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. Of je dat was, zeker niet dat het duimpje wilt klikken. En dan was te abonneren voor meer natuurlijk. En ja, dan zien wij jullie later. Later mensen!